Take your marks. Te laten. Dus de oranje lijn in baan nummer 4. Karel Stolk heeft de estafette limiet in handen van de Olympische Spelen. 48-53 is zijn persoonlijk record. De derde tijd ooit gezwommen in Nederland op de 100 meter vrije slag. En hier opent hij in 23-76. Dan nu dus die tweede helft. Het is daar. Stolk in vierde positie, Jesse Putz daar met 23-03, een hele rappe opening voor Putz. Hij heeft hier ook de leiding in handen en dan worden die laatste meters zware meters. Het is een hele snelle opening van Putz, wat houdt hij vol in die laatste meters? Hij tikt aan in 49-28. Tweede tijd voor Alexander Parcours en de derde tijd voor Sébastien de Meulemeester. Dit is de volgorde van de 50 meter, van de 100 meter vrije slag bij de heren. Officiële uitslag gaan we naar de summary. Die verschijnt hier in beeld. Het zijn de Meulemeester, Giekler, Parcours, Thijs, Putz, Wierling, Korstanje en Pijnenburg voor de finale vanavond. Afmelden voor die finale, daar heeft u nog een half uur de tijd voor. Deze gentleman to scratch yourself from the finals of event number 24. You have 30 minutes left from this moment. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het ochtendprogramma van deze Eindhoven Qualification Meet. We danken u allen voor uw inzet en aanwezigheid. En u thuis, we hopen u vanmiddag ook weer aan de buis te kunnen kluisteren met top zwemmen op Nederlands hoog niveau. Dank aan alle vrijwilligers en officials. Om 17:30 starten wij vanavond. Vanaf 16:00 kunt u inzwemmen. Rest mij om u allen smakelijk eten te wensen en officials, u mag de zwemzaal verlaten.